Het aantal zonnepanelen heeft in Nederland de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. Maar het bedrijf SCX Solar uit Someren denkt een stap verder. Want waarom zou je panelen op een dak leggen als je van die panelen het dak zelf kan maken? Zoals hier. Kijk. Jullie maken zonnedaken. Waarom een zonnedak? Hoe komen jullie op dat idee? Want de losse zonnepanelen worden al lang gebruikt. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in het begin gedaan en doen we nog steeds. We hebben eigenlijk gekeken waar zijn we eigenlijk mee bezig als we in Nederland zoveel zonnepanelen gaan leggen. Dan leggen die eigenlijk het beste op daken van stallen. Ten eerste heb je daar die schaalgrootte. Een boer heeft vaak een groot dak en dat kan je met heel goedkope montagemiddelen heel goedkoop bevestigen. Hij heeft ook een groot stroomverbruik. Maar heel vaak kom je bij agrariërs nog asbestdaken tegen en in Nederland ligt ongeveer op dit moment nog 100 vierkante kilometer aan asbest. En jullie dachten nou, als die daken toch weg moeten, waarom leggen we er dan geen heel dak van zonnepanelen op? Precies, want waarom zou je eerst een nieuw dak gaan leggen van golfplaten of ander materiaal en dan daarbovenop nog zonnepanelen gaan leggen, terwijl het heel goed mogelijk is om het al één geheel op het dak te leggen. Dit is een van jullie daken in wording. Wat is nou het grote verschil? Want ook hier zie ik zonnepanelen wat dieper in het dak. Een van de meest hier in het oog springende verschillen is dat het gewoon veel fraaier is. Het komt niet op de pannen te liggen, maar het komt echt gelijk te liggen met de pannen. Het is het dak zelf. Het is het dak zelf. Dus het oogt heel erg strak, zoals je wel kan zien. Daarnaast heb je een enorm duurzaam dak. Je hebt geen pannen meer die slijten. Je hebt eigenlijk glazen panelen met wat aluminium erbij. En als laatste punt dat het ook nog eens een keer goedkoper is, want je spaart een nieuwe dakbedekking uit. Dus je kan gewoon het zonnepaneel als dakbedekking laten fungeren en zo in de orde van 5 euro per vierkante meter uitsparen. Een zonnedak, ja. Helemaal geïntegreerd in het dak. Waarom? We hebben dus gekozen voor een transparant of een semi-transparant zonnedak. We willen meer licht binnenbrengen. Ook weer niet te veel, want als we te veel hebben, dan is het in de zomer is het al gauw veel te warm. Een ander punt is dat we met dit dak ook echt een substantieel deel van onze energie, van ons elektriciteitsverbruik, zelf opwekken. Langzaam maar zeker wordt het ietsjes gevuldig. Ja, u had bijvoorbeeld ook voor cellen kunnen kiezen die erop lagen bijvoorbeeld. Ja. Het was een stuk makkelijker geweest misschien wel. Ik denk inderdaad dat dat makkelijker zou zijn geweest. We kijken nu van binnen. Ik vind het van buiten, optisch, vind ik het ook een hele mooie oplossing. Want vaak zijn zonnepanelen gewoon lelijk en los op het dak. Absoluut. Ik vind het optisch een hele mooie oplossing. Het ziet er strak uit, het ziet er mooi donker uit. En ik denk echt dat dit de grote sprong voorwaarts is. Het is een flinke investering, zo'n zonnedak, want één, het zijn heel veel panelen, het hele dak zit daarin. Wat kost dat nou? Het verschilt een beetje per situatie, maar als je de grote gemene deler neemt, dan verdien je zo'n dak in 7 jaar terug. En je kan ervan uitgaan dat een zonnepaneel tenminste 25 jaar leeft. En in totaal ben je voor een installatie, en dan reken ik ook weer een van de gemiddelde, ongeveer 165 euro per vierkante meter kwijt. Waar gaat het naartoe? Ja, een van de trends die wij gaan zien komen is dat eigenlijk al in het energieakkoord verpakt is in 2014. Dan wordt het mogelijk voor coöperatieve vormen van energieopwekking. Dus dat mensen die bijvoorbeeld op een flatgebouw wonen en geen goed dak hebben of het niet zelf willen leggen, een coöperatie stichten. En die gaat dan op zoek naar geschikte daken waar je op goedkope manier energie met zonnepanelen kan gaan opwekken. Een dorp of een wijk bundelt haar krachten en legt bij een gehuurd dak van een boer een dak vol met die panelen. De boer krijgt er een leuk prijsje voor en de mensen wekken hun eigen energie op een goede plek op. Helemaal waar.